Dat het even ergens anders over hebben. Oké. Okay. Vorige week was er geen podcast. Mm -hmm. Dat is een reden. De webshop? Dat was de echte reden. We hadden geen zin erin? Nou, <laughs> we hadden een beetje het idee dat we uitgeluld waren. Dus we, hadden, we stonden op het punt dat we dachten, hebben we er nog wel zin in? Ja, de onderwerpen raken een beetje op. Ja. De, we merken toch dat we, elkaar, dat we een beetje aan het herhalen zijn. Ja, je merkt het gewoon op een gegeven moment dat je in een soort van een herhaling zit. Maar ik denk dat het ook wel mee te maken heeft omdat we. Of omdat ik vooral vaak heel onderwerpgericht bezig wil zijn. Ja. Dus deze podcast wil ik een beetje gaan kijken van oké, okay, is het echt het einde van de podcast? Of gaan we misschien een manier bedenken om deze podcast een ander soort vorm te geven? Mm -hmm. Wellicht kunnen jullie in de reacties erover meepraten. Nee, het, het is niet dat we geen zin hebben om te praten, want praten doen we graag. Ja. Maar ik denk dat het elke week een. een een thema kiezen of dat soort dingen, dat dat ook een beetje bij ons minder werkt. Heb je ook nou, er idee? zijn maar zoveel thema's waar wij uitgebreider over kunnen praten, denk ik. Ja, omdat onze interessenspan uh, misschien wat beperkt is. We wordt. kunnen over heel veel dingen wel praten, maar een hele ja, 40 minuten vol lullen over bepaalde onderwerpen ja. dat is toch wel een uitdaging ja en ik dacht dit is een, een, een podcast die op uh, YouTube ook komt en we dachten ook van misschien moeten we eens gaan kijken of we misschien geen beelden meer bij hebben. Mm -hmm. Ik weet ook dat heel veel mensen het leuk vinden dat om je het juist beeld fijn te fijn vinden. Ja. Ja. Dus het is voor mij een klein beetje, nou, laten we zeggen, een brainstorm podcast voor de podcast. Oké, okay. ja toch, en wellicht kunnen de kijkers en de luisteraars meedenken hierin. Wellicht dat als we dit online zetten dat is trouwens woensdag nou ja, dan kunnen we het nog wel meenemen. Maar ik heb het idee dat we naar een klein beetje een ander format moeten ja, en, om het en, om het voor onszelf leuk te houden. Ja, het eerste format dat was volgens mij meer uh, met onderdelen. Ja, maar ja, het, over het allereerste format hebben we het over. Nee, van nee, of ons format we... met z'n tweeën. Met Gezellig, oké, okay, ja. En daaraan merkte ik dat jij op een gegeven moment gewoon helemaal uitjoelde dat je doorhad dat je naar een ander onderdeel moest. En ja. dan hadden we niet echt meer een gesprek, maar dan was het meer jij die naar je kaartje had te kijken. Wanneer kan ik hem erin gooien? Ik heb geen kaartje, maar oké, okay, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, dus toen uh, merkten we eigenlijk dat we vrije praten wel heel lekker vinden. Ja. Maar we wilden toch wel iets van een onderwerp hebben. Uh, aan de ene kant wil je inderdaad een onderwerp hebben, omdat het op YouTube ook wel goed werkt. Mm -hmm. Want om heel eerlijk te zijn. Uh, dit is natuurlijk een onderdeel van mijn werk, dus ik moet ook wel kijken ook wel, hoe verdien ik er geld mee. Nou, op YouTube is het natuurlijk met AdSense inkomsten en dat ging eigenlijk best wel goed. Maar ik merk op een gegeven moment bij mezelf dat ik het dan niet meer zo leuk vind. Waardoor je alleen maar ideeën gaat verzamelen, omdat je denkt van, oké, okay, daar kan ik een goede thumbnail en titel bij maken. Ook. Ja. Nou, dat is aan de ene kant vind ik dat leuk om te doen, maar ik moet zeggen, elke week dat drie keer doen vind ik intens en daar heb ik ook eigenlijk niet zo zin meer in. Drie keer? Ja, drie keer een thumbnail en titel moeten bedenken, die oh. dat mensen erop klikken. Ja, het is ook wel lastig. En ik probeer zo min mogelijk klikbait te zijn, maar toch dacht ik van ja, ik weet niet, het voelt toch niet helemaal lekker. Het kan zijn dat door, door deze keuze dat we misschien een podcast gaan maken die minder beluisterd wordt. Maar aan de andere kant is dat erg, weet ik ook weer niet. Nee, en het, het feit dat wij natuurlijk alles ook nog tegelijkertijd filmen en op YouTube plaatsen. Veel podcasts zijn natuurlijk alleen op. Uh, Spotify. Spotify of, uh, en dan hoef je daar ook niet heel van na te denken om het heel aantrekkelijk te maken. Want de meeste mensen luisteren toch wel door als ze iets leuk. Klopt. Vinden. Ja, als ze een podcast op YouTube is, gewoon, het is gewoon anders. Dus aan de ene kant denk ik van ja, het werkt wel en ik vind soms misschien zouden we dat als een special of zo kunnen doen een keer. Van als we een onderwerp denken van dit vinden we heel interessant om over te praten, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld Temu of weet ik veel wat, dan vind ik het wel leuk om daar echt een onderwerp over te maken. Ja, een beetje beeld in te doen misschien ook. Maar ik denk dat het ook gewoon leuk is om een podcast gewoon gauw uh, hoor. Uh, gewoon, ja. maakt niet uit. Laagdrempeliger te maken. En ik weet dat dat dan ook gepaard komt met dat het minder beluisterd gaat worden. Misschien hmm. wellicht. Maar ja, ik weet ook bij mezelf, ik ben heel erg aan het kijken van hoe kan ik dingen leuk voor mezelf blijven houden. Want ik doe dit al tien jaar. Hmm. Op een gegeven moment. Uh, komt er een beetje de slur misschien ook wel in. Dus ik probeer dat op met vet gezellig, uh, met de video's... Om, om altijd weer wat nieuwe dingen uit te proberen om, om het leuk te blijven houden. Maar ik merk ook wel dat op een met die podcast... nu na anderhalf jaar denk ik, dat ik dat ik denk van... ja, ik heb gewoon geen zin meer om me er druk over te maken... of het wel of niet beluisterd gaat worden. Mm -hmm. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Nee, dat was ook niet echt ons, uh, ons idee, toch? Dat weet ik, maar uiteindelijk... Uh, uh, doordat je gewend raakt aan een bepaald soort... Uh, standaard of zo voor mm -hmm. iets, dan ga je toch denken: van ah ja, dan moeten we de volgende keer eigenlijk of overtreffen, of in ieder geval hetzelfde halen. En anders is het okay. gefaald. Ja. ja, dat heb jij niet, want daar ben je helemaal L niet mee bezig. Nee, dus ik, ik zit hier op. gewoon om te knippen. Ja, <laughs> Maar ja, we hadden allebei vorige week zoiets van. Pff, ja, ik weet niet, ik heb er geen zin meer in. Maar dat komt echt omdat we dan te veel gaan voorbereiden. En ik kreeg ook een comment van, ja, ik had een keer, ik had twee podcasts geleden iets gezegd. En dat bleek niet, oh ja over de. Wat jij ook al verbeterde bij me, iets over het. Uh, to, uh, hoe heet je dat? Uh, die toxic girls? Of nee, de uh, radiation girls? Dat yeah. zo. Dat het niet, ging niet over dat onderwerp. Zei ik verkeerd. Nou goed, kan gebeuren. Kijk, wij zijn geen waar, waarvindingspodcast of zo. We doen niet zeggen dat we. Uh, de waarheid weten dat we uh, allemaal research ervoor doen. Dat, dat wil ik ook niet. Nee, want daar gaat het fucking Oh, het gaat onwijs voor werk. Daar in gaat werk in zitten. En daar, die tijd heb ik nou helemaal gewoon niet. Want mm -hmm. in principe, uh, alle video's die je ziet, die edit ik zelf. Ja, als je drie video's per week moet maken en ongeveer gemiddeld. Uh, nou, toch al een uurtje of vijf, zes, zeven bezig bent met een video, minimaal. dan nou kan je uitrekenen. Het dus, probleem natuurlijk met die, die onderwerpen bespreken. Uh, dat we iets uitkiezen, zoals bijvoorbeeld familievloggers, is dat je daar voor, vooraf ook een beetje research voor moet doen. Ja. Want als je zo in het wilde weg gaat praten, dan, um, dan staan de comments vol met: dit klopt niet, dat klopt niet. Ja, nou valt het wel mee, maar dat, dat begint het wel uh, soms te worden als je inderdaad sommige dingen even in je hersens niet helemaal goed hebt zitten. Nee, maar, uh, maar ja, dat is ook gewoon uh, eigenlijk. Ja, wij zijn sowieso niet echt heel erg van het voorbereiden van dingen. Nee, ik hou niet van voorbereiden. Alleen tenzij het natuurlijk heel belangrijk is, als een presentatie of. Maar ja, dat, dat, dat bereid soort ik wel voor natuurlijk. en dat doe ik dan vaker. Maar een ook, podcast maar, voorbereiden is denk ik, ja, een ander soort podcast. Dan zouden we ja. een keer een serie kunnen maken als we een onderwerp heel mm -hmm. interessant vinden om dat te doen. Ja. maar moet tekst uit mijn hoofd leren. Of? Nee, die tekst uit het hoofd leren, dan is het ook oplezen. Dan gaan we dat ook niet meer oh, bij doen. Oh echt? Dan moet je natuurlijk oplezen. Ja, dan heb je echt een podcast waarin je echt een verhaal vertelt. Dat vind dat ik. Dat zou ik helemaal moeilijk vinden oplezen. Want dat kan je juist wel. Jij kan juist oplezen. Ja, weet je hoeveel takes wij erover doen en dat kleine stukje vooraf aan de podcast. Ja, als wij een, een voice-over voor een vet gezellig en jij doet het, dan doe je het tien keer sneller dan ik hoor. Ja, oké. Okay, ik doe het wel sneller dan jij, maar ja. Nee, jij doet het in één keer gek. <laughs> nou, niet alsof je het niet kan. Nee, maar goed, dus ik zat er zo na te denken. ik dacht. Ik van, denk wel we, als een robot. Dat wel, maar dat doe je altijd. Want jij zegt altijd meer intonatie, meer intonatie. Je moet het zo zeggen. Nou ja, en voor een ja. video is dat wel leuker als je wat meer intonatie erin gooit in de podcast. Vind ik dat anders. Ik heb dan helemaal een robotstem. Ik kan daar weinig aan veranderen. Ik ben Guy Lennon. Ik en ben ik blij. Ik ben van podcast. Ik ben maken. blij. Kijk naar mijn gezicht. Die staat altijd hetzelfde. Nou, daar heb ik ook minder rimpels hè. Dat is waar. <laughs> Ja, mensen die veel lachen hebben, meer invals misschien. Maar goed, het betekent ook niet dat we nooit het onderwerp. Kijk, als een onderwerp toevallig die week aan bod bij ons komt, dan vind ik het prima om het over een bepaald onderwerp te hebben. Maar ik denk dat we toch moeten gaan kijken naar een, naar een, 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 een soort van stramien. Wat, dingetjes die terug kunnen komen in een podcast, maar die niet per se. Elke keer hoeven terug te komen en die niet, waar we niet heel erg ons aan vast hoeven te houden. Ja, en ik vind het ook gewoon lekker om uit eigen ervaringen te praten, want dan is het gewoon altijd goed. Ja. Dan vind ik vind het ook anders uh, om bijvoorbeeld advies te geven. Ja, daar ben ik misschien ook iets minder van, omdat ja je toch ja, ik zou moeilijk kan inschatten. Dat, en, dat, dat klopt, maar ik zou toch ook wel wat meer interactie met misschien de kijkers. Ja, dat hebben. vind ik ook wel leuk, hoor, dus, maar wel vanuit eigen ervaringen. Ja, precies. Maar ja, er zijn genoeg vragen die we krijgen. En misschien komt het wel op veel dingen hetzelfde neer. Maar ja, dat vind ik op zich ook niet erg. Als we het niet elke week doen. Mm -hmm. Dus het is voor mij en voor ons een beetje zoekende. Want we willen dit wel. Ik vind eigenlijk aan de ene kant vind het gewoon leuk om te praten. We vinden het leuk om even een half uurtje per week gewoon hier te pakken. En gewoon even te lullen. En dat we mensen bijpraten. Misschien mensen kunnen inspireren met dingen. Want ik. Ik merk wel, ik krijg wel uh, berichten uh, ook naar, aan, naar aanleiding van een kleurboek. Dat mensen juist de podcast heel leuk vonden die erbij zit. Of uh, dat ze het juist ook fijn vinden elke week dat er een podcast klaar staat en een vlog. En, ja. Dus ik, het is ook in die zin een kleine moeite. En ik vind het ook leuk om te doen. En het is deels ook omdat het uh, wat, wat geld extra oplevert. Waardoor ik weer makkelijker misschien een nieuwe trui of een, of een nieuw boek kan laten maken. Dus al met al, ik kan niet zeggen van we moeten hiermee stoppen. Uh, per se. Maar als het echt zou moeten en we komen er echt niet uit en we hebben er echt geen zin meer in, dan stoppen we er gewoon mee. Ja. Dus het is in die zin is het een vraag aan jou. Zou je wel door willen? Aan mij? Ja. ja, als we gewoon het wat uh, minder uh, streng aanpakken. Ja. Dan is het wel leuk, denk ja. ik. Eigenlijk waar het een beetje mee begonnen is. Ja, waar het mee begonnen is. Dat oh. we wel iets van, een, iets van een onderwerp hadden. Of wat ik ook altijd leuk vind, is een kijkersvraag... en daar dan gewoon op, op uitbreiden, zeg maar. Dus dat je die vraag wel beantwoordt... maar dat we het ook gewoon lekker doorpraten daarover. Ja, precies. Dus dat het niet zo'n uh, zo vast onderwerp is... waar, uh, um, waar we dan een veertig minuten onze mening over moeten geven. Maar... maar het lijkt me ook wel leuk als mensen misschien via Instagram of zo... Een filmpje doorsturen en zeggen met een vraag, inderdaad, die ik dan in kan editen. Mm -hmm. Zodat we dat kunnen kijken. Ja. En dat we daarop misschien inderdaad een, een vraag kunnen beantwoorden. Sowieso. Ja, dan worden ook natuurlijk gewoon heel veel vragen onder video's gesteld. Ja. Dat jij kijkt van wat zijn de meest gestelde vragen. Daar kunnen we ook eens een keer uh, over hebben. Ja. Ja, en dingen die misschien in de week uh, zijn opgevallen, uh, dingen die misschien niet zo lekker lopen of juist wel goed lopen. Uh, of... Kijk, ik check al die comments niet, maar laatst zei jij van, uh, ja, er, er wordt al regelmatig gevraagd hoe jij het uh, volhoudt al die stedentrips. Ja. En dan denk je, ja, dat, uh, dat wist ik niet. Maar dan ja. kunnen we het dan wel lekker over hebben, toch? Bijvoorbeeld, inderdaad, ja. Ja, dus ik denk dat we misschien wat meer daar naartoe moeten, zeker omdat, kijk, ik moet gewoon wat meer loslaten dat ik alles wil laten scoren. Ja. En dat is gewoon zeg gewoon eerlijk. Maar het is misschien het is... lastig als, uh, als daar natuurlijk wel uh, wat afhankelijk van is. Ja, maar is er echt afhankelijk <laughs> als ik. Kijk, ik kan natuurlijk ook denken van dit doen we gewoon relaxed. Mm. Dan, gaan we wat minder, dan zet ik wat minder tijd in al in. Ik ga niet een hele onderwerp en uh, alles weer research nee, en zo we nee, maar gaan. Het het is een soort van binding, eigenlijk, toch? toch? Zien als binding. Ja, meer omdat gewoon een een, uitver, of een 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 soort vlog twee, waarin we vertellen over dingen die we mee hebben gemaakt of ze eigenlijk misschien wat meer in depth met food video of vlog dat je juist meer daarachter laat zien of misschien Ook, meer ja? dingen vertelt of uh, dat Ik denk dat iets. het gewoon een verdieping moet zijn van de video's. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat dat wel een goede is. Ik denk dat we gewoon wat minder dat ik vooral want ik moet wel bij mezelf houden uh, wat minder streng zou moeten zijn. Ja, ah. overal een top score uit wil halen. Ja. Maar ja, het is onvermijdelijk volgens mij als je dit werk doet. Ja, maar ja, dat haalt ook wel een beetje de, de leukheid eruit. Ik moet wel zeggen, ik wil even erbij zeggen, voor mensen die gaan commenten nu, van ja, dat had ik al door. Dat kan je niet door hebben gehad. Zal ik even zeggen. Wat had ik al door? Nou, ik had al door dat jullie het minder leuk vonden of zo. Die comment zie ik al snel voorbij maar komen. Maar dat was pas sinds vorige week en toen hebben we niks geplaatst. Toen hebben we niks geplaatst, dus want die daar zijn ze hadden hadden het, hadden het, het dan wel door. Hè? Ja, dat dat uh, ik had het al door. Vind ik. Ik had het uh, meest. Uh, nou, daar kunnen we het even over hebben. Want dit vind ik dus. Comment okay, ever. Om over iets waar we het inderdaad de laatste tijd over hebben. Dit is echt de comment waar we het wel vaker over hebben gehad. Wij kijken veel YouTube, toch? Ja, Laten we precies. Eerken. Nou. Van de week was er een, een vlog online gekomen van iemand die uit elkaar ging. Mm. En dan krijg je in de comments. En dat zie ik vaker voorbij komen. Ja, ik had dat al door. Ja, nou, ik wist ja het al. en in dit geval waren het misschien laten we zeggen honderd, waarvan een vijf waarvan, waarvan zeker 50 zeiden: Oh ja, ik had al iets door. Ik was er al bang voor. Diegene had al een maand of zo niet geüpload. Dus in die zin snap ik het: oké, okay, je hebt iets door, want inderdaad, er is al een lange tijd geen video online mm. gekomen. Maar ik vind die opmerking. Um, zelf altijd redelijk irritant als ik die krijg. Nou, ik denk je ja. kan het eigenlijk niet door hebben gehad, want in de video's zie je het eigenlijk niet echt. Als wij video's van anderen kijken, wij zijn echt oblivion. Wij zien het nooit. Ja, ik neem het altijd zoals het komt, vaak. En dan uh, denk ik natuurlijk wel mijn eigen dingen verzin ik erbij. Ja. Maar uh, het is niet dat ik heel erg ver uh... ernaast zit. Nou, ik ga niet heel erg alsof ik een gevoelsman ben, zo invoelen wat er echt aan de hand is. Dat heb ik niet. Nee, maar ja, dat is dat autisme van je. <laughs> Daar kan ik ook niks te doen. Nou, had je HGR <laughs> moeten zijn. Ja, dat heb ik ook. Waarschijnlijk ook te zijn. Ja, ja. dat is dus wel waar, hè, trouwens. Ja. ja. Maar mag. Ik, waarom irriteert die reactie eigenlijk? Nou, mijn, mijn. irriteert die reactie omdat het is iets kwetsbaar wat iemand ja. online plaatst. Ja. Wat heb je in godsnaam aan die reactie? Ik had het al door. Ik dacht het al. Daar heeft iemand eigenlijk helemaal niks aan. Nee, klopt. Okay, dat ja. is stel je voor. Uh, je hebt je vriendin, een vriendin van je die gaat uit elkaar met haar vent. En jij dacht, oh ja, ik zag al dat het niet helemaal lekker ging. Op de laatste paar keer dat ik ze zag. Dan ga je toch niet zeggen, oh ja, ja, ik had wel wat door. Inderdaad, dat vind ik hartstikke lullig. Ja, dan, zeg je, ook, ja. dan zeg je toch van, uh, ik vind het anders als mensen zeggen: ik, ik had het niet door. Ja. De, daar heb ik geen aversie tegen. Nee. Uh, maar als je zegt: ik heb het al door. Ik weet niet. Uh, dan, ja, ik vind dat gewoon een fijne ja, reactie. Het, het is meer een reactie: Zo van: zie je, ik zie het al wel. Ja, Alsof je daarin iets je gelijk wil halen of iets wil bewijzen: van ik zag het al, terwijl ja. het draait niet om jou. Dan nee, vaak. precies. Ja, dat is dan misschien de irritatie. Maar nu. ik maar denk, kan het ook vriendelijk bedoelen? Ja, ja, ja. Echt als ik het terug ga, ja, ja, ja. ja, het kan vriendelijk bedoeld zijn. Kijk, okay. ik zat er hard over na te denken. Ik las die comments en ik dacht, waarom zouden mensen dat nou zeggen? Maar ik denk dat, dat een beetje is om medeleven te tonen van. Ja, ja oh ja, ja, ik had al zoiets door, ik was al met je bezig, ik zag al dat het niet helemaal lekker ging. Ja, zo kan je hem ook Ik denk dat het ja, wel ook vaak vanuit een goed iets komt, dat iemand denkt van, ik was er al mee bezig, ik maakte me al druk om je, ja. zoiets komt het. Ja. Maar het kon vaak een beetje bedweger, bedweterig over, terwijl... Het... Bedsweterig. Die mensen liggen heel lang in een bed te zweten. <laughs> bedzweterig. <laughs> bedzweterig. <laughs> dat is een nieuw woord. Ja. Bedzweterig. Ja, die is, periodes uh, heb ik ook gehad. Toen ik ik al bed zweten. In, was. die alleen maar in, 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 uh, in mm. een, uh, een luie stoel zitten en dan alleen maar zitten te tikken, bedzweterig zijn ze. Nou, dat is, ja, maar het moet wel echt in een bed, denk ik. Wel in een bed? Ja. ja. Maar je kan op een bank ook liggen alsof het een bed is, toch? Maar waarom roept dat jou zoveel irritatie op dan? Ja, omdat ik bij, kijk, ik heb die reactie ook wel eens vaker gehad en dan denk ik van die, dat had je letterlijk echt niet kunnen weten gewoon. Maar misschien is diegene dan wel helderziend, hè? Dat zou kunnen. Of Alleen als ze in contact zijn met mijn moeder, bijvoorbeeld van boven, die dat al mm, zag, ja. dan zou ik zeggen: Oké, okay, prima. Iemand maar als jouw die... moeder daar dan mee bezig is met van die onbundige dingen? Mijn moeder is elke dag nog mee bezig, mag <laughs> kopen. Het onbundige dingen. Je hebt helemaal niks te doen. <laughs> Die is al 16 jaar dood. Je moeder die denkt van oh, hij vindt het niet meer leuk om te podcast. Ik stuur het even door naar uh, 50 mensen. Ja, dat kan. <laughs> ja. De, die mevrouw die weet niet eens wat een podcast is, want die was er niet eens toen de podcast bestond. Ja, het is een soort van radioprogramma, toch? Ja, dat is wel waar. Ja, je wilde stoppen met zijn radioprogramma, mam. nee, dat is geen radioprogramma. Jeetje. Ja. Zie jij een radioprogramma met drie camera's? Nee, ga ik. Maar nee, maar. Nou, kijk, waarom het irriteert uh, is omdat ik omdat ik denk, kijk ook als het lief bedoeld is, snap uh -huh. ik dat ook ergens wel. Ja. Maar bij mij komt het altijd zo over van ik denk van ja, maar hoe kan oh, je jij ja, ja, wist het dan Ja, hoor je had het kunnen weten. Tuurlijk, want uh, ik wist het zelf ja, oké, okay, nou, soms. soms kan, vind kan ik het iemand ook wel. Dat ook wel eerder weten je zelf, dat je jezelf dat denk ook alweer mee ja, eens, maar ja, ja, ja. Maar, maar het is gewoon irritant. Maar het is ergens ook prettig, want ja. je zou kunnen zeggen: nou, dan jullie kunnen... de volgende keer het mij ook melden, zodat ik het ook eerder weet." Ja, maar dan ben je weer bedweterig. Dan ben je juist Stuur me alsjeblieft, als jij iets hebt, stuur me alsjeblieft een bericht. Hé, hey, uh, volgens mij ga je over twee weken gaat, gaat je relatie uit. Als jullie dat van ons trouwens weten, mag je het wel alvast zeggen. Dan weten we het zelf ook even. Even instralen, even voelen wanneer ik. Uh, wanneer, we uit elkaar gaan. wanneer ik mijn koffertjes pak. Jij je koffertjes pakt? Ja, nou ja, hoe moet ik dat appartement gaan betalen dan? Dat is waar, ja. Maar ja, ik ook als jij weg bent. Nee, ja, dat lukt jou wel. We doen 50-50. Mij lukt het niet, jou wel. Nou, ja, maar ik kan zo weinig praten met niemand met tegenover me in een podcast. Ja, je vindt het wel weer een andere oud is, toch? Hoezo? Nou, je kan niet je hele brand aan moeten gaan passen. Er moet dat dan is ook wel ook iemand zo. met dus ja, dus uh, Wil je alvast opgeven, mocht <laughs> lenen weggaan met de koffertjes? <laughs> Minimaal van, uh... diagnose op papier, dan wel. <laughs> ja, dat wel. Ik moet wel die diagnose zien. Ik <laughs> ja. moet het wel zeker weten dit keer. <laughs> um, ik wilde er nog wat over zeggen. Ja, Bedswetterig. Betweterig. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen. Nou ja, dat is, de mensen het al van tevoren weten, dat ze al vast aan ons moeten zeggen als er iets aan de hand is. Ja, sowieso. Dat ja, lijkt ik weet eigenlijk ik ook niet meer waarom het me irriteert. Het irriteert me ergens gewoon. Ook als ik het bij anderen zie, dan denk ik van hoe had je dit kunnen weten? Ik had het niet eens kunnen weten. Ja, het voegt je weinig het, toe ik zelf denk, dan ik. denk dat ik het niet uh, had kunnen zien. Oh, dat wilde ik oh, zeggen. Ja. Nou, uh, graag gedaan trouwens. Ja. Ik ben best wel uh, iemand die, uh, die van weinig informatie uh, heel veel kan maken. Ja, dat is echt waar. En dan bedoel ik niet dat ik dat, uh, dat ik er heel hard over na ga denken. Ik trek gewoon snel conclusies. Iets te snel. Soms. Ja, Dan denk ik van, oh, het lijkt een beetje zo. Het nou, zal wel zo en zo zijn. En hoe vaak ik in mijn leven er dan wel achterkom, dat het gewoon totaal het tegenovergestelde is, soms van de persoon zelf. Dat ik dat dan hoor. En uh, dat ik dan denk, hoe oh, kan ik er zo erg na zitten met mijn ideeën, met mijn gevoelens? Maar eigenlijk... Dat noemen ze wat, hè? Heb je, ja, een, label, heb je een labeltje van. voor? Ja. Autisme. Hoezo? Ik kan het ook wel eens bij het juiste eind hebben, hoor. Je hebt het toch nooit bij het juiste eind? Hebben? Nee, dat is niet waar. Ik nee, heb nee je hebt het heel dingen, vaak bij het juiste eind, dat is waar Heel veel dingen moet je wel naar mij luisteren. Ja, dat is maar echt Maar ik zo. merk gewoon, als ik weinig informatie krijg, dat mijn hoofd gaat heel veel dingen invullen. Ja. En dat is natuurlijk heel menselijk. Ja, dat doet een mens sowieso heel ja. erg sterk. Ja, ja. ja, en dat is... Uh, heel menselijk om dan ook echt heilig overtuigd te zijn van je eigen overtuigingen. Ja. Dus je gelooft er gewoon helemaal in. Je denkt gewoon, die persoon is gewoon precies zo als ik in mijn hoofd heb. En er kan niks tegenop. Mm. Zelfs als je dan bewijs krijgt dat het niet zo is. Dan denk je gewoon nee, ik heb het gewoon bij het juiste eind. Nee, ja, Jij bent gewoon zo. Ja, En ja, daarmee wil zo. ik eigenlijk gewoon zeggen. Ik heb je niet anders gekend. Zo. Daarmee wil je zeggen? Daarmee wil ik zeggen, en, en vooral rondom YouTube, ja. als je video's kijkt van mensen. Eigenlijk weet je maar zo weinig. Ja, je weet eigenlijk echt weinig. Ook al, al neem wij een podcast op, ook al uh, plaats ik een vlog per week en ook nog een video, weet je nog steeds heel weinig van ons. Ja, en dat is dus hetzelfde met mensen waarvan je denkt, oh, maar die gooit zo ziel en zaligheid in de video. Ja, het is allemaal wat diegene wil delen. Het is allemaal van een, vanaf één kant. Ja, daar wil ik op ingaan, maar ik kan niet echt op ingaan. Maar ik, dat kennen we ook inderdaad. Ja, niet bij mezelf. Heel veel mensen doen dat daar. Ja, oké. Dat is toch gewoon zo? Ja, oké. Okay. Het ja, is toch ook hoe ik mijn ervaringen vertel, is toch ook van hoe het allemaal in mijn hoofd gegaan is. Dat betekent niet dat het per se zo gegaan is. Ik maak alles altijd een beetje. als wat ik altijd gezelliger is en hoe het er gegaan is, dramatischer. Van. Ja, jij maakt het allemaal dramatisch inderdaad. Dat is wel echt waar. Ik ga wel van een beetje drama. Het, ja. is, het is altijd een verschil. Als ik een verhaal ga vertellen, dan is het heel kort en sec. En als jij het vertelt, dan is het echt zo van heel uitgebreid en heel veel zijpaden. Ja, ja, dat heb ik gewoon geleerd van mijn opvoeding. Van de beste. Ja, en dan werd er gewoon, nou meid, gaat er even voor zitten. En dan werd er vanaf het moment dat ze de deur uitging, tot aan het einde van het verhaal, werd gewoon uitvoerig verteld. Ja, nog net niet de kiezelsteentjes waar zo weinig. Heerlijk, waren, ja. En daar ja. ben ik zelf ook een beetje van. Om het gewoon helemaal show te geven. Nou, ik moet ik zeggen, ik vind het ook wel leuk om aan te horen, maar kan het zelf, nou, kan het zelf soms ook wel. Ja, je wel. Soms vind je ook een beetje kort door de bocht. Dan gaan we iets naar SOF sturen en dan zit je eigenlijk zo van, nou dit en dit en dit en dit. Ja, echt van, hè? hoezo nu ineens zo wel? Ja, precies. Ik moet er wel zin in hebben. Soms is het ook gewoon de korte versie van iets. Ja. Dat is waar. Nou ja, goed. Ik denk dat we wel uh, redelijk duidelijk zijn. Ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die je wel eens de reactie achter hebben gelaten van... Um, ik zag het al. Ik zag het al. Ik, ik, had, het al ik had het al door. Ik Heb je dat, dat zelfs al? achtergelaten en waarom dacht je dat dan al? Ja, het kan. Ik, ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat de meeste mensen dat gewoon plaatsen... Om te laten zien van, oh, ik was er al mee bezig en ik voelde het ook. Maar betekent het dan dat ik het dan te negatief interpreteer? En waarom is dat dan? Nou, dat het ik... irriteert mij ook gewoon, omdat het voor de ander weinig toevoegt. Ja. Kijk, als je iemand, iemand heel goed kent, en het is bijvoorbeeld je beste vriend of Ja, oké, okay, maar dan zeg je van, joh, ik had, je had al En je zegt, ja, ik door. had wel wat door en ik wilde er al naar vragen, maar heel joh, wat rot. Ja, ja Dan is precies. denk ik het een ander verhaal. Ja. Maar um, ja, ik weet niet, veel dingen kun je ook eigenlijk gewoon niet doorhebben. Nee, omdat je op, op, in, in video's zo weinig ziet eigenlijk. Ja. Je kunt wel een inschatting maken, maar ik denk dat op het moment dat iemand iets kwetsbaars deelt... dat het weinig toevoegt als diegene je niet kent. Nee. nee. Misschien dat. Nee, dat is waar inderdaad, ja. ja. we maar eens naar een snackje van de week? Doen we dat wel nog? Ja, waarom niet? Die snack van de week, omdat we er elke keer niet op ik kunnen komen. Ik weet de snack hoor. Oké, okay. nou fijn. Jij niet. Ja, ik eet altijd dezelfde dingen. Je we weer niet door wat je, wat je de snack van de week vindt. Uh, in Dort. Ja. Oh. Wat dan? Ja, dat kaneelbroodje. Zo, jongens. De cinnamon roll. Echt serieus? Dat kaneelbroodje? Dat op een of andere manier, ja, je gaat het nog zien, maar die, die, die proefde als een soort cake mm -hmm. met een soort kaneel er doorheen, niet te extreem zoet? zwaar. Oh ja, zoet ook niet. Nee. En er, zit dan, er zitten pekennoten op en er zit ook nog een soort van saus overheen. Pekennoten zijn ook lekker. Ja, hij was groot. Ik moet wel zeggen, was aan de prijs. Ik vond 9 euro best prijzig. Mm -hmm. Maar hij is wel Maar echt. we hebben hem gedeeld, dus 450 pp. 450 pp, we hebben hem niet eens op kunnen eten, want we vonden hem te groot. Ja, maar nou, we, maar we moesten we nog heel veel eten die dag, ja, dachten we. we? Nou ja, dachten we inderdaad. Het is niet helemaal gelukt inderdaad. Ja. Maar echt oprecht, bij Coffee Licious in Dordrecht... Ja, geweldig. Dat vind ik een soort van de cheesecake van uh, Piece of Cake. Uh, dit is echt het cinnamonbroodje broodje van Coffeelicious. Het Is gewoon het cinnamonbroodje. broodje. Ja, uh, cinnamon cinna, cinna Bon, Cinnabon Broodje, een Bom, Kaneel, Broodje, rol. Ja, Cinnabon, Hoe heet het die is dingen? Kaneel broodje, -bon -bon? Nee, maar dat is toch de naam. De kaneelbroodje. Kaneelbroodje. Ik ga zeggen, kaneelbroodje is goed, maar uh, we moeten trouwens nog wel verder benieuwd voor volgende week. Moeten we nog naar uh, Cinnabon bon, mm -hmm. Bonbon. Ja. dus we moeten van de week nog even naar Den Haag. Ja, Sinnebun. -bon -bon. -bon. Maar goed, die is echt fucking lekker. Jongens, als je tot aan het einde bent gekomen, dan uh, weet je, dan. Uh... Was dat eigenlijk een sponsor van uh, Sal Goodman? Ja, dat zou wel kunnen, hè? Better Call Saul op Netflix, als je nog nooit gezien hebt. is een ja, soort wel, uh, prequel op... Uh, ja, geweldig. Uh, uh, hoe heet het weer? Breaking Bad. Breaking Bad, inderdaad. En daar werkt Saul Goodman werkt dan in de Cinnabon. Cinnabon. Cinnabon? Cinnabon, ja, Cinnabon. Maar die serie, oh, zo geweldig, hè? Ja, het serie. geweldige serie. Echt, gewoon, we voelden ons echt rot toen het klaar was. Ja, zo inderdaad. Nou, ik moet zeggen dat we sinds die tijd ook niet meer een serie... We Zo hebben durven op. willen kijken, nee. durven. Nou, we hebben wel wat series nog gekeken in de tussentijd, maar dat was wel, Maar goed, Saul Goodman werkt daar. Hij moet het nog steeds naar Cinnabon. Daarom kom je erop, toch? Ja, of daarom dus, zat ik even te het denken. Zou wel, kunnen. zou wel een. Want een, het is wel heel duidelijk in beeld placement. allemaal, ja. toch? Ja, maar ze zeggen niks over de Cinnabon. Nee, maar ze hadden ook gewoon een random kaneelbroodjeszaak kunnen doen, toch? Ja, dergelijks. het zal wel echt een sponsor zijn, ja. Mm -hmm. ja, ja. Nou, goed. Praat vooral mee. Wat wil je met de podcast? Wat denken jullie? Wat vinden jullie Wat leuk? wil jij? Wat wil jij? Wil je een Cinnabon of niet? Nee, maar goed, laat het weten en dan. Uh, ja, ik denk dat we volgende week gewoon weer terug zijn. Ik heb namelijk nou weer een onderwerp waar we nog over kunnen praten. Oké, okay, nou fijn. Toch wel weer een onderwerp. Ik ben benieuwd. Ik ook.